Op 19 mei werd restaurant Barend Beren in Barendrecht overvallen. Dat was al de tweede keer binnen een jaar dat het personeel dat moest meemaken. Eind augustus toonden we beelden van de twee daders die daar met een vuurwapen dreigden. Mede door uw tips is daardoor een 36-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Zijn mededader die we hier zien, wordt nog gezocht.